Dat is goed gelopen van Hermans. En daar wordt Wernersson onbedoeld aangespeeld. En Druijf met een open doelkans. In minuut 7 is het. Kakaatje. Pius. Nou, hij zag daar beweging bij Ashioka. En dat is een mooie pas om Ashioka aan te spelen. Daar is Suzuki en daar is de openingsgoal. Dat is wat makkelijk dat STVV na 10 minuten de 1-0 mag binnenwerken. En Suzuki die rustig inloopt. En in de korte hoek binnenwerkt. Van Lerbergen gaat iets uithalen. Wauw, wat een knal. Wernersson die kijkt even en gaat dan zijn voorzet verzorgen. Daar is nog een kans voor Mirabti en Schmid pakt hem. Druijf nog even. En nu Rob Schoofs. Nu Hermans goed opgejaagd door twee mensen. En dus kan Bruls er ook mee van profiteren. De voorzet komt. Daar is één vuist van Toelen. En dan gaat hij op de stip. Dat er een gele kaart aankomt en een strafschop. Nou, Walsh trekt Suzuki neer. En had daar misschien wel op zijn doelman Toelen kunnen vertrouwen die naar de bal kwam. Het is ongeveer 4 minuten voor de rust en een Boyo is een strafschopnemer bij STVV. Een Boyo knalt hem rustig binnen. Wernersson laat zich aftroeven. Bij Bruls die eraan komt, dan moet Pere uitkijken en dan is het nog bijna een goal. En benieuwd ook naar de drang bij de bezoekers om daar nog wat van te maken in die tweede helft. Op zoek naar minstens 2 goals. Storm. Storm met de poging en dan andermaal Schmid. En zo is de VV weer even aan de overzijde. 9e minuut. Tweede helft. Er is appel voor Hens. Zo was er ook een fase in de eerste helft. Maar hier is dan de redding van Toelen. Straffe save op de kopbal van Suzuki. De tweede helft dicht bij de 3-0 kwam. De vraag is of er hier een VAR-interventie nodig is. Het lijkt van niet, maar dat bekijken ze nu wel. En dan Toelen. Mirabti. Slim weggedraaid op het juiste moment en dan gaat Francis voorzetten. Die bal blijft hangen en dan is daar nu de aanzetting, Steffen, van Igor de Camargo. Wat is de tijd? Die rest 1 minuutje in de reguliere speeltijd. En dan nog die extra tijd. En dan zijn ze op geen enkel moment in de problemen gekomen, STVV. En Caboret kijkt naar zijn doelman, Toelen. En dan gaat Toelen nog trappen. Nee, het is niet meer nodig. STVV pakt een hele belangrijke 3-punter voor het behoud.